Nou, als ik het meer umkoos doe, dan zou ik dat doen, pas maar. Weet je wat dit is, joh? Dat was hier als wij. Oh, kijk, dat was mijn volgende vraag. Ja, dus hebben we een keus? Nee, we hebben geen keus. Maar nog, als ik het kwijt kost, was het meer weg. Nee, ik niet alleen, de ganse wereld vindt dat niet wel leuk, hè? Maar heeft ze er veel last van? Ja, ze hebben de haven enorm uitgebreid, hè? Last, nou net. Maar het, ja, het had geen porum, jong. Nee. Het had geen porum. En heb je nooit gevraagd aan die mensen van Likkie Verf misschien? Nou, sinds dat er achter Vitelia zit, ja. Dat heb ik met mij gezien, hè? Ja. Die hebben er een mooie kleurken aan gemaakt, hè? Dat grijs? Nee, een beetje groen en oranje volgens mij. Als je s'avonds dan komt rijden, dan is dat een beetje verlicht. Ja. Eigenlijk gezegd, als je hier nou eens een keer een kleur kan aangeven. Of een keer een mooi. Ja. Of gewoon toch plat groeien. Ja, dat zou ik het liefst hebben, Bels. Maar dat gaat niet gebeuren. En wat doen ze er eigenlijk? Nou, als wat ik begrepen heb. Is dat veevoer of wat? Nou, volgens mij zien die eerste silo schaar niet meer in je broek. Oh. Maar dat weet ik niet zeker. Oh. Want ja, ik heb er zelf nooit gewerkt. Ik zit er bovenop geweest. Maar volgens mij zien die. Is het meeste geld wat ze dan nog verbeuren? Is van die antennes daar. Oh, oké. Okay. Dat staat voor, ik weet niet hoeveel geld het er op de. Als je dan mijn zendmaster volgens mij, hè, van telefoon en ja, weet ik wat er allemaal. Wist je dat idee heb ik dat het meeste geld brengt? En dit is die. Nee, dat is onze tempel daar. Ja? Al dit niet? Nee, dit niet. Nee, dat 32, dat worden wij. Ja, wat ik dacht van dat burgtje, dat is van oh, welkom, leuk dat je er bent. Ja. Nou, dat is ook, ja trouwens, dat zijn wel hele leuke mensen. Ja? Ja, dat zijn leuke mensen. Hé, hey, maar ben je in de Waansumse? Nou, ik kom van oorsprong uit Vierlingsberg. Ik ben eigenlijk een Brabander. Oh. Ja, stoppen we nou of? Nee. Oh, ik word zeggen. Nee, ik woon hier al een jaar of. Zie je, dat heb ik gebouwd in 78. Oh. En 79 zijn we getrouwd in januari. Dus zo lang wonen we al, ja. Met mijn vrouw en als kindje. Als kindje is het niet meer, die zijn allemaal thuis uit. We hebben twee vrouwen, twee meisjes, die ene bent in Astra en de andere bent in Luenen. Oh, dat is kort bij ja, allemaal. Ja, dat is lekker met de fiets heen. Ja, ja. En ook nog, zijn er ook al kleinkindjes of zo? Gelukkig wel. Ja? Dat was mooi wel. Ja. Ja, dat is echt ziek. Oh, dan begint ziek. Opa te glimmen. Dat vind ik ziek. Ja? Echt ziek, ja. Ja, dat is mooi. Ik ging nog niet in Veldbaas, hè? Nee. Je bent het te jong, hè? Ik ben misschien een paar jaar jonger. Ja, ik denk het wel. Ik weet het niet zeker, maar... Klein beetje wel, denk ik. Nee, eerst maar de kinderen het hoes uit, hè? Ja, dat is ook zo. Ja, en ik moet zeggen, dat vind ik geweldig. Dat zeggen ze altijd, open werden, dat is een geweldig iets. Maar dat moet je gewoon ervaren. En hoeveel is er? Drie. Drie? In welke leeftijden? De jongste is... iets meer dan anderhalf. En als ik me niet vergis, 4 en 7, maar dan moet ik even hem liggen. Staat het maar niet uit. Het kan ook 4 en 6. Oh, maar die van anderhalf, werd opa dan ook wie ze. Is een jongen van Mechje? Mechje? Mechje. Ik heb alleen maar Mechjes. Alleen maar Mechjes. Ja. Oh ja, 2 dochters, een vrouw en dan 3 kleinkinderen, dat zijn ook allemaal Mechjes. Allemaal Mechjes. Boah. Ja, dat is wat. Dat zal maar ik opa, opa werd ook wie de jongste een schoon boksamer doen. Als je dat maar weet. Oh. Nee, dat is geen probleem. Nee, dat is geen probleem. Daar haalt opa zijn neus niet voorop. Helemaal niks. Nee, dat vind ik helemaal niet eerlijk. Ja, dat werd. Ik had vroeger ook zelf kinderen gehad. Daar was ik bij de schoon boks aan doen, of niet? Nou, ik ken verhalen van vaders. Die koosten dat bij hun eigen kinderen absoluut niet. Ik hoef er ook helemaal niks in, hoor. Ik wil zeggen, dat is toch... Ik kan me dat namelijk niet voorstellen, want dat is eigen, peanuts. Hè? Dat is precies de peanuts. Ja. Ja, letterlijk in. Het ziet er goed als peanuts ook. Je kan overdrukt het wel, maar ja, goed, dat is neusdicht, dat is zo gebeurd. Precies. Nee, er staat niks voor. Over de longen en dan is je derste weg. Hè. Ja, precies. Ik zeg altijd zo flinks nu, maar dan is je zo weg. Hè. Dat was voor mij al Hessen die werkende leven achter zich? Ja, dat komt ik ziekelijk ben. Ik heb wat ziektes onder de leien. Wat ziektes? Ja. Dus ook niet één ziekte, maar wat ziektes? Ik heb prostaatkanker gehad, 2014. Dus die zaad komt natuurlijk een burn-out heb gekregen. En
Toen hebben ze geopereerd en dat is weg. En dan wist ze een week of nee, ze hebben 3 maanden terug. Ik kwam ze erachter dat het weer op nee teruggekomen was. Dus ik ben er aan het bestralen. Ja, dat is minder best, maar ja, goed, ja. Ach ja, wat er wat is. Als het dadelijk opgelost is, dan is het ook wel weg, hè. Maar daar is een goede hoop op. Ja, ik had je goede hoop dat het niet meer terugkwam. Maar daar ben je niet van je vrij waard, hè. En de kubiek hebben wat COPD en dan... Ja, dat vreet dat toch wel heel veel energie aan olief als je... en COPD hebt en moet bestralen. Ja, dat heeft toch wel wat impact, meer dan ik verwacht had. Het is wel bizar, want sinds we dit programma zien gaan maken... Wie heeft het trouwens met de voornaam? Geert. Bas. Geert, ja. Is, ja, wie heeft... Ja, Geert, ik kom nogal wat mensen tegen, hè? Ja, dat snap ik. Ja. Dat snap ik. En het is ook al een hele tijd geleden... Dat ja, van elkaar. We moeten even voor de mensen toes. Dit is niet afgesproken. Nee, dat is kom ik Geert nou toevallig tegen, hier in Wansum. Maar ik kwam vroeger wel eens met mijn auto, waar ik het merk niet van zal nemen, bij Geert op de zaak... Verstandig, zo. Ja, dat draai ik maar niet om, nee. Rudy. Rudy kent dat merk ook goed. Maar, wat moet ik nou zeggen? Dan ben ik dan draad kwijt. Dat we elkaar kosten van vroeger. Ja. En, nee, dat wil ik zeggen. We hebben het vandaag al een paar keer gehad over COPD. Ja. En sinds we dit programma zien gemaakt, geloven we niet meer in toeval. Dus dit is dat nou ook. Heb zich bijvoorbeeld heel veel gerokt vroeger? Ja, ik heb te veel gerokt. Ik heb te veel gerokt. Dat is een ding wat zeker is. Daar zal ik ook wel het ergste van hebben. Ja, ik heb altijd in de garage gewerkt. En ja, ik denk dat dat vroeger ook niet altijd even plezant was met... Was er mij in aanraking geworden? Ja, ik denk dat het... Ja, dat is allemaal achteraf. Maar ik denk dat het gros, daar weet ik het meeste aan dat ik het ook van trok heb. Dat denk ik zelf. Dus ja, ik kan het niet meer terugdraaien. Het is toch maar te laat. Probeer eens even te beschrijven wat dat met zich duidt als de COPD is. Want veel mensen kunnen zich er helemaal niks bij voorstellen. Ja. Het beest kunnen ze dan een keer in een dag of een week met me metlopen. Het is zo, als ik... Ik heb nog 35% longinhoud, 35. En ik kan nog van alles, alleen met mate, met mate. En ik heb een paar jaar terug heb ik een longaanval gehad. Nou, dat was toch heftig. Wat heftig. Gebeurt er dan met een longaanval? Dat kun je niet meer houden, maar dan is het zo een duimen. Op een gegeven moment is ik 6 weken gehad. Nou, toen was het... 6 weken? 6 weken. Ik heb toen per nacht, ik denk, 1,5 uur geslopen. Nou, toen was ik het bijna moe best. Maar kreeg ze dan zuurstof? Nee, het als ze het gaan zitten? Nee, weet hoe dat werkt? Want dat meiden mensen, als je zuurstof hebt, dat je niet erg. Natuurlijk hebben die mensen het erg met zuurstof. Dat staat buiten kijf. Maar er staat een raasje, dus het bloed en het zuurstof. Zuurstofopname in het bloed? Ja, dat is belangrijk voor of dat je aan de zuurstof komt. En ik heb normaal een saturatie van 99 of zo. Dus dat is wat je ook hebt. Als ik wat gedaan heb, dan zag ik naar ja, 93, 94, 94. Ik ben binnen een paar minuten ben ik weer op mijn 99. Maar mensen die zuurstof nodig hebben, die komen niet zo gauw bij. Die zitten dus onder de 90. En dan heeft het ook zuurstof zin. Maar waar ben je het zuurstof in mijn gaan zin? Ik heb mij in de zuurstof gezeten toen met mijn longaanval, maar dat had totaal geen zin. Dat werkt bij mij niet. Is dit niet enorm beangstigend? Ja, dat is zeker beangstigend. Dat is heel erg beangstigend. Dat ze denkt van, nou heb ik mijn oor geslagen, mijn laatste oor. Nou, dat heb ik met mijn gedacht, ja. Dat wil lukker zijn. Maar goed, dat wil niet zeggen dat je daar meer gedood gaat. Hè. Het probleem is, je moet er met leren omgaan. En in het begin dan denk je van, oh, ik kan dit en ik kan dat en zo en zo. Maar dat werkt niet zo. En dan komt de duk pas achter. Als je de inspanning geleverd hebt. Niet op dat moment. Dat is al die wat later. En dan komen ze daar achterop, komen er echt achter. Of zo, of dan denk je, mijn god. Ja, dan is het te laat. En dan moet je echt ervaren. En dan loopt dat jaren ervaren dat wel. En dan ben ik dus met de chemo, of met de chemo, sorry. Met de bestraling. Met bestralen bezig. Ja, dat gaat dubbel op. Want ik, normaal ga ik iedere dag lopen.
bijdragen. En ik loop altijd het ommetje, dat vind ik geweldig. Dat is goed voor mijn conditie. Dat doen er veel, het ommetje. Dat doe ik bewust ook, weer of geen weer. En ik fiets iedere dag. Maar ik kan het nog gewoon niet. Lukt me, ik wil het wel, maar ik kan het niet. Dan ben ik echt totaal los. Even terug naar de leuke dingen in het leven. Ja, die zijn nog genoeg. Meer als dat... Vrouw, kinder, kleinkinder. Heb ze dan van die momenten, als ze bijvoorbeeld met die kleinkinder aan het spelen bent, zo van, ja, dit is waarom ik nog leef? Oh, onder andere? Ja, zeker Bas. Dat is gewoon geweldig. Dat is gewoon geweldig. Echt, dat is zo fijn. Zeg gewoon, dat is magnifiek.